We proberen een stuk gezelligheid te brengen, een stukje menselijkheid. Mensen met elkaar praten, communiceren, dingen gaan doen. Weer terugbrengen naar de samenleving. Ik denk dat iedereen daar behoefte aan heeft. En zeker mensen die thuis toch alleen zitten. Want je hebt tegenwoordig zo weinig contacten in de buurt tegenwoordig. En dat heb je hier wel. Dat hebben we wel nodig, ja. Dat je een beetje meer contact hebt. Eten is vaak een bindmiddel tussen mensen. Je weet hoe het is om alleen te eten, dat is saai. Mensen eten graag samen. Nou, als je nou zorgt dat er lekker eten is, dat er sfeer is, dat trekt mensen aan. Ik ken die mensen niet, maar ze zijn toch gezellig in de omgang. Dus wat dat betreft... Het is een beetje onverwachts hier zo. Dus ik vind het leuk om onverwachte mensen aan tafel te zitten en dan een plaatje mee te maken. Ook nog een keer zorgt dat de wijkagent mee eet en de huisarts en de oudere consulent, dan breng je mensen met elkaar in verband. Iedereen kan komen eten. De echte doelgroep zijn sociaal geïsoleerd, dus mensen die geen netwerk hebben, die alleen zijn. Maar in principe is iedereen welkom. Allochtoon, autochtoon, you name it, ze zijn van harte welkom. Juist die mix, die maakt tot een gezellige bende. En dat is de bedoeling. Bijna een van de 20 mensen hier, aan de tafel al in deze tafel. Dus daarom ben ik een van de 20. Daarom ben ik niet eenzaam. Waarom eenzaam?